Welkom bij Top 100 TV. We hebben live muziek in de studio onder oren van Van Wieren. Marek Kantriwitske zal live bij ons optreden, Van Dion. Mink is op visite bij Happy Posma. Dat is de blonde van Happy en Happy. Ja, en we spelen weer een aflevering van de Top 100 Mini Muziek Quiz. En we gaan het om, onder oren, het stemmen. Dat willen we graag van jou hebben, die stemmen. Jouw top 5 naar frisketop100.nl. En elke 50ste stemmer krijgt een cadeau, die Frieske Top CD. Maar vanzelfs gaat het ook om de muziek. Muziek is er van de band Van Wieren. Ze komen uit Massen en Omkrieten. Ze wonen ooit het Frieske Songfestival Lied. En wij zijn blij dat ze hier binnen. Maar een echte knijter. Hier is Scott Viewer Van Wieren. Hier is in de zoveel tijd, komt de vraag weer op u zo. En hoe valt u zelf weer? Hoe zou het toch weer zijn met Happy en Happy? Minke zocht het uit, ze ging naar Happy Posma. Ja, Geert en Wim, ik ben in Twiesler Heide. En eigenlijk stiek de trillion op mijn voet, want ik maak naar Happy. Van Happy en Happy. En zat je misschien wel jij, die maakt zich nog wel eens wat ruzie met elkaar. Ik ben al een beetje benauwd. Maar ik ben die jongen, volgens mij zit dit wel goed. Pling, pling. Oeh, grauwe hoen. Hoi, Happy.
Hoi, ik ben Meenke. Ik ben Hepie. Kunnen we er wel in komen? Ik kan er maar in. Nou, want ik dwaal haast net. Nee, hè? Nee. Nou, dan zit ik hier samen bij Hepie Postma op de bank, hè? Inderdaad, ja, klopt. In Twizeler Heide. Nou ja, mijn eerste vraag is vanzelf. Waar is Orenhepie? Ja, Safier het ik weet, ben het Orenhepie in Veenwoden. Maar ik ha de laatste maan, kan ik wel zeggen, ha ik niks weg van Hepie yet. En anders dan kwam ik haar nog wel eens zien in de wedstrijd, maar ik net. Nee. Ik ging op weg, maar ik kon het nergens vinden. Is nou, zou dat hem nou naar, nou, je had dat ontrijken, daar werd ik jaren proberen. Is nou zo dat ze zo verschrikkelijk leuk is dat ze haar maar gewoon verstappen? Ja, ik had geen idee, nee. Van Safier het ik weet net, want de laatste keer dat ik heb trof van haar, we gaan verder geen roosje. Alleen ik vind het schande dat het zo ran is. Nou, dat is het echt, want ja. Je bent als duo natuurlijk heel succesvol te jaren. En dat succes, dat ken ik wel wegkomen, hè? Nou, net met Hepie. Nee, ik had dat twee keer, daar had ik dat proberen. En ik had wel zoiets van, en dat weet ik ook wel heel beslist, dat ik net weer met Hepie op paard ging. Nee. Maar, uiteindelijk nou, begreep ik wel iets beetje, dat is misschien toch wel... Waar wat dwaan was, of jij ik dat verkeerd? Nee, doe juist het goed. Ik twijfel er nog wel een beetje over, maar... dat zei je straks al, dat bloed krop werd, dat net geen kan. En ik haal even met Jan Zwarteveen praten. En die zit op dit moment in Frankrijk op vakantie. Maar daarna zijn we even om de tafel heen. En dan zullen we even zien of er nog wat uitkomt. Dan wordt het dan weer Nederlandstalig, of was dit zijn Fries dwaan? Dan zongen we allebei de man. Ja, Fries en Nederlandstalig. Skoffelin, wie Nederlandstalig net echt... maar nou is het heel dat wat hard. Ja, dat wel, Dus, Hepie. Ja, dus. Het is hard or not, ja, hè? Ja, doe ik eens nou kiezen. Ja. Hard or not. Ik zoek met waarnaak die weer. Ja, ik zet er woord uit tegen. Oh, wel heel erg leuk. Dus, meisken, tot die tijd... Kun je hem nog op uw dwarp stemmen? Ja, want dan, als hij dan nou even in de Frieske top 100 komt te staan, dan is Hepie al een heel eind bij. Samen helpen we Hepie de winter door. Zij is bekrekt. Ze is een stuk minder blond. Vooral Mink is blond, inderdaad. Ja. Hepie, pas maar wie dan. Zullen we haar takken meer hier, mijn Fries liertje in de Frieske top 100. Ondertussen aan de tafel... De heren van Wieren, Robbie en Harry. Welkom. Ja, Robbie, ik zit eventjes naar je bentesje. Ja. Ik mis een gitarist. Ja, dat klopt. Ja. Hij heeft verklaard dat hij nou toetsenist. Ja, hij is toetsenist. Ja. Vanwege deze wijziging. De gitarist is opstapt. En toen ben we op Sigong naar een toetsenist. En ja. Die hebben we voen met Paul Bergman. Ja. Hij is nog net verst. Hij maakt nog even Siep op toernooi. Maar we hopen dat het daarna bij u verst als bandlist. Okay, maar waarom keer ze hem voor een toetsenist in plaats van een gitarist? Is dat een bewuste keuze geweest? Ja, dat is een hele bewuste keuze geweest. Het jouw de verneiging, jouw een heel soort naaien mogelijkheden. Paul heeft een ontzettend groot bereik om geloeden en om mogelijkheden. Dus dat is voor u weer een nieuwe uitdaging om de bestemmende noemers wat oors te maken, oors te componeren. En nieuwe noemers ja, toch wat meer mooi met piano geloeden en geloedsies, wist je ja, okay. Ja, Harry? Dat is echt een verbreding, denk ik. Of een toetsenist erbij bij kiezen. Een verbreding? Ja, van, qua soundtrack. Ja, en dat woon je me eigenlijk ook wel. Want we zien het een beetje overvreden van welke kant gaat het uit mij van Wieren. Je bent zo verschrikkelijk volle dingen al en bij de Eindhoorn. En dan, waar moet het heen? Moet het naar een soort landelijke bekendheid gaan dat je hem daar toch een beetje meer op inzetten? Ja, ik gooi het maar even op tafel. Ja. Bloot het Fries, ik. En bloot het Fries? Of ja. We gooien het Fries net aan de kant. Maar we zullen ook zeker Nederlandstalige nummers krullen. Mm-hmm. Gewoon omdat, ja, als boetende landsgrenzen van Friesland was, dan zit al wat oorsmaat. Ja. Dat is dan mooi Nederlandstalige nummers. Kom maar maat. Ja. En daar ben ik met wel. Dat is de bedoeling, ja. Rob? Ja. Nederlandstalige nummers, nee, Nederlandstalige nummers. Ja, zeker. Die heb ik wel, ja. Maar we beginnen er ook wat meer effort op zetten om het maar zien goed Friesk te zetten. Gay Friesk. In Hilversum ben wel redelijk, meestal kennis wel in de zin van Frieske band. Leuk al, maar lid het nooit maar eens in het Nederlands. En misschien hebben ze daar wel interesse in. Maar het is wel een regen exercitie, hè? Heel dreig, als bekend worden was in Hilversum, dan was het mijn promotieplan in toestand. Ja. Hele hutsenfluts. Klopt. Maar ben ik wel met waarde, hè? Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om het liedje, hè? Maar het moet goed liedje zijn.
in het Fries was, in het Nederlands. Zeker weten, ja. Ja, en daarom schreef ik nog steeds in het Fries. Okay. Ja, dat wil je absoluut net op boord. Nee, oké. Het Fries bleef er in elk geval niet, maar de verbreding moet er in de band komen. Ja. Ben je ledig als Friese rock'n'roll band? Ja, is dat? Ja. Friese rock'n'roll, maar dat bleef je een exponent van. Ik noem maar Sjoch net waarom. Dat is een prachtig voorbeeld van dat het in het Fries nog prachtig klinken kan. Maar een heel verrassend accordeon stik je erin. Mooi, hè? Daar val ik wel wat op, hè? Ja. Daar ben ik hem heel dankbaar voor dit nummer. Maar Sjoch in dadelijk zijn waarom. Maar Sjoch net waarom. Sjoch net waarom. Oké. Dank u wel voor nou. De Van Wierens en die net eens hoe keertsen. Heerlijk dat, hè? Ja, keertsen. Nou, snijst wat door. We gaan naar country. Friese country. Hier is country Wietske. Ja, verrassing. Lekker boon. Lekker boon, wat maat ik nou? Je midden in het veld. Zonder mijn mobiel en nog wat je. In mijn oudste spiekerbroek ren ik naar de dik. Een gevoel van vrijheid maakt het riek. De honden uit de boezem waai, tomme in de lucht. Zo steen ik aan de koon, wacht je een skoon. En uit mijn hart versleten jas, hel je ik een stift. En schreeuw de man, van waar houdt mij een leef. Vrijheid is een heel duwen en samen met de keer. Maar zonder geld begint de meeske niet. Vrijheid dat is een gevoel van ja ik doe het om. En dit alles samen toch een lekker boon. Ik ken er nog net bij mij mee verstaan. Ja, daar komt een auto om en stop het, ik stap in. Prompt wist ik dat leefde, maak het blij. Waar maakt dit reisje heen van? Vregen er om mij. Mijn antwoord wie, dat is geheel ondij. Hij zei het is snijdt een beetje en ik zoe een blokje op. Ik sloeg dit dikje in, wist net waarom. Alles best, het komt maar dus wel goed, dat leeuw ik vast. Vrijheid is een heel duwe en samen met de keer. Want zonder geld begint de meeske neemt. Vrijheid dat is een gevoel van, ja ik doe het ook. En dit alles samen toch een lekker bond. De kinderen aan het bij mij niet verstaan. La la la, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Lekker boom. La la la, la 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 la. La 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 la. Kinderen het bij mij niet verstaan. La la la, la 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 la. La 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 la. Ja, fiets ik terug uit Friese land. Hey, ik ben een lekker boon. Kinderen het bij me niet verstaan. Een lekker boon. Ja, fiets ik terug uit Friese land. Hey, ik ben een lekker boon. Hey, weet.
Ja, Wietske Laverman, Country Wietske nou. Van me en Bobby McGee naar Lekker Boon. Hoe komt het erop? Ja, hoe kom je erop? Nou, ik zie je meestal op internet even wat op van, nou, wat is de globale vertaling in het Nederlands? Dan heb ik een verhaallijn. Dan hoor ik me daar net altijd om, maar in dit geval wien de eerste regels is hier een flat tire en dus een lekker boon. Ja. Ik denk, ja, dat is het, lekker boon. Dat wordt het onderwerp. Nou, en dan maak ik straks wat mafs van. Zo breid je ik dan verder. Zo, ja. Zo. Hey, country, de best van het duo Rienke en Wietske, Jedder. En nou in eerst naar de country ta. Leid dat voor de hoorn? Ja, ik heb eerst een beetje zacht doe dat duo er mooi ophoudt steeds. Maar heb een beetje zacht van, ja, wat wil ik nou eens? En zie je er altijd al country in dan? Ja, country muziek ik altijd al geweldig vond. Dus zo kwam ik weer bij BME te lonen. En die zijn wat vies van country en dan in het Fries. Nou, ik zei, dat wil ik wel doen, ja. Nou, de heeft er in elk geval lol in. Neemt ze het helemaal serieus, hè? De country Wietske? Ja, helemaal, hè? Sje? Altijd in mijn apenpakje, zeg ik, hè? Ja, 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 ja. Nou, er komt zelfs een cd. Dus wanneer zal die er wezen? Dat wordt ongeveer januari, februari. Dus er is nu eerst een single uit. En dan in januari, februari komt de volledige cd uit. En, ja, het country line gebeuren is een beetje weer wat op zijn retour, heb ik het idee. Maar denk je dat er nog een genoeg publiek voor is? Voor de country, en zeker voor de Friese country? Ja, het een heel soort in alle dwarpshoezen wie het aan. Hè? Maar dat is nog wel een beetje zo. Maar langzaam net zat het west is. Maar het leeft toch nog mooi. Hè? Want in feesttenten in Friesland dan slaat het enorm om. Ja. Ja. Ik kan me helemaal voorstellen. Maar die persoonlijkheid erbij komt het verst helemaal goed. Dankjewel, Country Wietske, als je wist. En succes. Graag, Dien. En alle je stemmen, hè? Friesland op 100. Vanzelfs, al je stemmen en bijquizzen, dat ken ik. In de top 100 mini-muziekquiz had ik deze wel van, als je het ziet. Rijdt ze wel straks, hele huizen, die er trouwens opnemen, zult zien, Robbie van Wieren in deze quiz. Dan krijg ik visioenen van een man die minimaal 80 meter boven deze aarde zwengelt en uitkijkt op het beloofde land, zei hij al iets moois. Land, ja, mooi, ja. Zo, ja, ja, nou, dat heeft al zelf betocht. Ja, dat is ja, geweldig, nou. Ja. Dat zie ik zo. Nou. Ja. Zie je het ergens in een huizen op die grote kraan, in de zegt de IJsselmarvertoer, ja, denk, ja, dan, ze is mooi Gaasterland, ze is de lezen, nou. Nou ja, dat is beloofd land. Hoor. Ja, man. Ja. Verzeld. Daar gebeurt het. En dan no, onbehaven klap met mij Belly in die radio met Zuring om uit te doen. Ik denk dat ik eerder iets wat aan de gang houden. Hartstikke goed, Rijtje. Ja, ja. En dat is een topkandidaat, kan ik je vertellen. Dankjewel. Maar dan mag dat eventjes Robbie van Wieren opnemen. En volgens mij is dat een encyclopedie-fretter van de eerste orde. Die het een boel in Holland, ja, deze man. Ik weet alles. Ja, sterker nog, ik had gewoon bijna om. Ik had een encyclopedie bij me. Ik bedoel maar eventjes. Ik ga het winnen, weet ik niet meer. Aan de hand mensen betaald van dan wil ik het denken. No. Begin los, begin ja, los. 100 mini muziekquiz. Vraag hier je punt, vraag 12, 12 punten, vraag 3, 3 punten. Met het rijtje of met het Robbie en de... Top 100 mini muziekquiz. Je weet het maar nooit, Simpke de Boer. Daar komt die vraag hier. Is al meer het zien directief in de muziek. Kale Jouke, dat keer een vers van, wat is die vrienden hier op nummer 6, zondag in de top 100. Simpke speelt op dit stuit, ek in een band, maar je nogal opmerkelijke namen. Wat is de namen van die band? Is dat A, de neefkes, B, de nichtjes of C, de zuskes? Rijtje. C. C is toch, Robbie? Ik zei B. Dan zei B. Ja. Helemaal fout. Het is C namelijk, Rijtje. Yes. Helemaal goed. Ja. Ik noteer hier een punt voor Rijtje. Ja, ja. Hier, ja. Hier, nou, ik hoor de stand even bij, dus even wist. Dat is heel goed. Oh, ja, Wim, ja, ja, ja. Wim is de notaris. Ja, ja. Niks aan de hoorn, Robbie, hè? Nee, volgende vraag 12 punten. Vraag 12. Okay. De zadelroekers. Die doe ik al wel eens kofmaaien in de Friese muziek. Hilarisch is verzeld het nummer skiet en triet. Nummer 6 de zand. Ja, het is echt zo. Nummer 6 de zand in de top 100 van Vlietend Dier. Waar komt deze band de zadelroekers waar? Is dat A, uit Drachten, B, uit de Pijn of C, van de Tienje? Ah, Rijtse, is het voor, maar is dan een keer beginnen? B. Dat is voor B. Wat dacht Robbie? Ik zei A. Dat zei A. Ja. Drachten, hartstikke goed. Ja. Ja, 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 ja. Twa punten voor Robbie. Hey, ik noteer ze. Oké. Okay. Ja, dan nou, geven we verder maar de laatste vraag weer. Goed voor 3 punten. Het is spannend. Het is 2 voor Robbie en 1 voor Rijtse. Nou, oké. Okay. Ja. Ik heb nog niks aan de hand. Zet ik dan altijd voor de radio bij Rijtse, dan wist het. Tweede vraag is een vraag mij een muziekfragment. Zo geef mij. Nee, die vet ken ik. Hij spouwt me.
Waar is die accordeon? Wat is dat voor knappe kerel? Oh, snabbelaar. Ja, snabbelaar. Wat toen zijn jongen, jongens. Wie van Griet Wiersma maar bijzonder hier. Haar nieuwe album Lid mij Fijems Jonge kwam uit. Dat was een groot succes. Net in het meest omdat er prachtige muzikanten mee opspelen. En van het Griet solo gear spelen zij in een orkest. En wat ik nou fijn witte wil. Wat is de naam van dat orkest? Is dat A, het Apollo trio? Is dat B, de Stampers? Of is dat C, de Happy Tuners? Ja, ik moet naar Robbie, want die staat voor. Die staat voor. Oh, bliksem. Ja, nou komt het er even op aan. Zie ik het nog even zien? Ja, ik kom het er nog even op, ja. Ik zei ze op gevoel A. Of is het gevoel A? Het is A. Het is A? Is het Apollo trio? Ja. Nou, dat is beide fout, jongens. Het zijn de Happy Tuners. Ja, we kennen ze al hier nog, toch? Natuurlijk, waar kennen de Happy Tuners er meer? Dat is toch een fantastisch orkest. Echt, weer die leuke orkest. Ik ken ze. Robbie is... Robbie had het wel. Robbie Twaart, senior. Ja, zeker. Graag klaar, even een paar punten op. Krijg je CD, de top 100 CD, krijg je cadeau. Geweldige kandidaat. Rijt ze wel straks, Robbie van Wieren. Dankjewel. Ik ga naar die plak, want dat was dus jongen. Wat ben je dan weer aan het Ja, dit wiet voor Joen. Tak om wieken ben we er weer. Dan mij Gerrit Breitler onder oren. We hebben de band Van de Dag in die Silic Live bij ons optreden. Als tip doen we dat. Ja, dat is een leuk bandje trouwens. Mink Adema is tak om wieken op bezieken. Bij Chickens Go Mad. En ondertussen moet je ook gewoon stemmen blijven. Omroepfriesland.nl, FrieskeTop100.nl. Elke 50ste stemmer krijgt van u een echte originele... Top City! Ricardo. We sluiten al mijn muziek van Van Wieren. Hier is Sjoch net weerom, haar laatste single. Van Wieren! Stil en de straten leeg. Als ik hierin, zorg ik naar die omheen. Mijn zwier al is er en ik trof de joen. Waarom naar die, werd het al jaar begon. Maar eigen dicht vind ik je het baan. Halen we hun een vrouw. Tje geld ze niet, maar net in schuld mij. Het is beter te wezen alleen weer bedij. Sjoch net waarom, je op mij de zeden. Jouw huis een koos, alleen huis op de lei beginnen. Sjoch net waarom, je op mij de zinnen. Jouw is een koos, het is op een ei beginnen. Op een ei beginnen, Fana. Een doos slaat dicht en een dreem staat in. Daar ik thuis zeg. Is vies te lang niet. Wie wij door en in thuis mooi. Vernieuwen en altijd vernieuwen. En altijd bedijt. En hij neemt thuis mooi. Sjoch net waarom. Je op naar de zinnen. Jouw is een koos. Alleen is op een ei beginnen. Sjoch net waarom. Je op mij de zinnen. Jouw is een koos. Alleen is op een ei beginnen. Op een ei Jouw is een koos,
again.